Kide aini na gongo saboto wa mooi kunstwerk onthuld a Brokopondo. Misaptak ucha energie en ucha talent. En ook to Missy Mabo treed tot a nationale assemblée. De fractie en de pei takai kwa denu kuhiwati. Aini na nationale assemblée da eside baka wang pikin vakantie periode de begin baka aan een vergadering. En na fosie vergadering ja zo, na pe de gi okasi na a membe di kong aini na pe si fumasa Frederik Finisi, di oton districtscommissaris voor Brokopondo. Missy Mabo, ne na sama di oteke asutu aba. Ko luku fasani wakago di de verwelkoming aini mama kutosu. Di fraksio NDP takai kwa denu kuhiwati. Meneer Finisi, is dat goed gegaan? We heten u welkom. En ik denk dat de voorzitter de meeste dingen al heeft gezegd. Laat mij u herinneren aan twee zaken die de geestelijke gezegd heeft. Ten eerste zei de geestelijke dat hij hoopt dat u heel dicht bij hem, en die hem is God, dat u heel dicht bij hem blijft. Zodat u de nodige kracht heeft om dit werk te doen. En ik wil stressen dat u die tekst van Romeinen 8 vers 31 inderdaad meeneemt. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Mevrouw Mabo heeft inderdaad heel veel ervaring. 23 jaar gezeten in het onderwijs. Sociaal-cultureel actief geweest en nog steeds actief is. Ik denk dat we na mevrouw Wilson in korte tijd een tweede krachtige vrouw krijgen in het parlement. En daar is de fractie van de NDP enorm trots op. En voorzitter, inderdaad schrijven we geschiedenis. Want dit is de 11e vrouw, 11 van de 26. En dat is 42%. En dat hebben we nooit gehad in Suriname. En ik denk dat de NDP toch wel een trend zet die navolging verdient. Voorzitter, met deze woorden heet mevrouw Mabo welkom. En ze zal alle ondersteuning hebben van de totale fractie, zodat ze het werk snel kan oppakken en wij voort kunnen gaan, voorzitter, ook met haar bijdrage. Dank u. Wij van PL-fractie feliciteren u. En we verwelkomen u in ons parlement met de meerderheid van het mannelijk geslacht. Maar dat gaat ons niet klein maken. Wij verwachten u als vrouw, als collega, dat wij het verschil gaan doen maken. Dat wij vrouwen ook die stem gaan uitbrengen om die ontwikkeling te brengen voor ons land, ons mooi land Suriname. Krachti, mevrouw Mabo, we staan achter u. De Doe-fractie wil mevrouw Yvonne Mabo hartelijk welkom heten, want Sweet Konaini. We zijn blij dat u de gelederen bent komen aanvullen. En we weten dat het werk van ons één is waarin we inderdaad behoorlijk moeten inzetten. En ik twijfel er niet aan. U bent onderwijzer, rechts geweest of leerkracht. Van huis uit ben ik ook leraar. En ik weet wat het betekent om in een klas te staan met een heleboel kinderen van verschillende karakters bezig te zijn. U zult die verschillende karakters hier ook tegenkomen. En u moet bijzonder wijs zijn om met die karakters om te gaan. Ik wil u God zegen toewensen. Beveel de Heer uw werken. Dan zullen uw voornemens gelukken. Dank u. Voorzitter, namens de fractie van de BEP wil ik mevrouw Yvonne, of collega Yvonne Mabo verwelkomen. We willen haar en haar familie feliciteren met het feit dat ze is toegelaten tot de Nationale Assemblée. En we willen haar ook veel sterkte toewensen met het werk. En van onze zijde heeft ze alle ondersteuning. Als ze dat wenst, is die ondersteuning er om haar te helpen om het werk vlot op te pakken. Welkom. Ook vanuit de ABOP-fractie verwelkomen wij mevrouw Yvonne Mabo. Is een CISA uit Brokopondo. We kennen elkaar heel goed. En we twijfelen niet eraan dat ze een goede job zal doen om voor de ontwikkeling van Suriname, met name de ontwikkeling van Brokopondo, mevrouw de voorzitter.
Als we kijken dat ABOP vertegenwoordigd is 40% vrouwen. En nu zit NDP met 42. We zitten niet ver van elkaar. Dus het is een hele goede ontwikkeling. Namens de gemeenschap van Brokopondo, mevrouw Yvonne Mabo, Uta Kaiwa Suti Kwaini en Uta Winsi Koloku, wijsheid Ku Kakiti. Ik dank u. Ik wil alvast beginnen met mevrouw Yvonne Mabo. Welkom te heten ook namens de Nationale Partij Suriname in onze assemblée. Ik begrijp als ik zo luister naar haar achtergrond, vooral komend vanuit het onderwijs, dat u heel veel ervaring heeft op bepaalde gebieden, crisismanagement en dergelijke. Zaken die we bijzonder nodig zullen hebben in de komende maanden die daar nog resten binnen deze Nationale Assemblée. En ik hoor die discussie zo over hoeveel procent vrouwen en mannen en dergelijke, voorzitter. En ik moet u zeggen dat ook binnen onze partij die discussie vaak aan de gang is. Zodra je bezig bent met de organisatie en het invullen van plaatsen, hoor je bepaalde stemmen in de organisatie van, ja, maar we moeten letten op de vrouwen en er moeten minstens 50% vrouwen. Voorzitter, mijn positie daarin is niet nu, maar reeds ook vanuit mijn ervaring binnen de universiteit en dergelijke, dat het niet lang meer zal duren waarbij we zullen zeggen als mannen, wij willen 50% mannen. Die ontwikkeling die er nu gaande is, en we zien het ook in de US vandaag. Er zijn nog nooit zoveel vrouwen gekozen in volksvertegenwoordigende organen en die zich nu voorbereiden en kans hebben op het winnen. En ik denk dat die trend ook in Suriname gezet zal worden. Dus al willen wij als mannen dominant zijn, kan ik u verzekeren dat als het niet de volgende verkiezing is, zal het de verkiezing daarna zijn, dat we hier meer vrouwen zullen hebben en wij als mannen zullen opkomen om 50% mannen. Mevrouw Mabo, heel hartelijk welkom. En wij wensen u heel veel kracht, wijsheid en succes toe in het werk dat u rest nog in de komende maanden. Ik dank u. Gado na Bungado. Dat hebben we aangeleerd. En natuurlijk met de zegen zoals hier net uitgesproken. Wensen we mevrouw Yvonne Mabo veel kracht, succes toe in haar carrière. En wij als VHP-fractie feliciteren haar en hopen dat wij als collega's hier een prettige samenwerking kunnen aangaan. Dank. Voorzitter, ook de PALU-fractie verwelkom het lid Yvonne Mabo. Voorzitter, en ik heb naar de stamgeboortemand geïnformeerd, maar ik wil niet altijd uw parlement tot een bedehuis maken. Dus zou ik willen zeggen, voorzitter, het regeertraject 2015-2020 heeft tot nu toe heel wat opstoppingen gekend. Ook ondergetekende stapte in deze rijdende trein. De trein ging verder het westelijke kant op, Nikeri, denkende dat we daar ook een vervanger zouden hebben, wat niet gebeurd is. En bij terugkeer stapte mijn districtgenoot John Wilson in die trein. Thans zien wij dat het lid Yvonne Mabo in diezelfde trein gaat binnenstappen. Het traject is korter geworden. Hopelijk krijgen we geen opstoppingen meer en dat de trein niet defect raakt. Ik wens het lid en het succes toe. Dank u wel. Ik wil namens de regering eerstens het geachte lid mevrouw Mabo feliciteren. En tweedens haar succes te wensen met het werk in het parlement. En dat de regering mag rekenen op een prettige, maar vooral constructieve samenwerking. Nogmaals, gefeliciteerd. Geachte voorzitter, leden en alle overige aanwezigen, goedemorgen. Het voelt heel goed aan om vandaag hier te staan als een van de vertegenwoordigers van het district Brokopondo. Als een volwaardig lid, als collega parlementariër. Maar in het bijzonder als vrouw afkomstig uit Brokopondo en volksvertegenwoordiger van ons geliefd
land Suriname. Ik ben Yvonne Mabo, geboren in het district Brokopondo en afkomstig van de dorpen Balingsula en Nieuw Lombi. Het is mij een eer om vandaag hier te staan als DNA-lid en om samen met alle andere leden het werk te continueren dat zij eerder gestart hebben. Ik neem de gelegenheid om het gewezen lid Finissi te bedanken voor zijn waardige bijdrage geleverd in uw geacht college. Verder bedank ik ieder die mij de nodige ondersteuning heeft geboden om vandaag de dag de verantwoordelijkheid van mijn district te mogen helpen dragen. Velen zullen zich afvragen wie Yvonne Mabo is. Ik mag u vertellen dat Yvonne een zeer gedreven vrouw is die zich steeds heeft ingezet voor de kinderen van Brokopondo. Ik kom uit het onderwijsveld en heb mij daarnaast ingezet op sociaal-maatschappelijk gebied. Ik zal mij daarom in deze uitdagende periode enorm inzetten, zodat de kinderen in Brokopondo en andere achterlanden van Suriname gelijke kansen krijgen wanneer het gaat om onderwijs, maar ook wanneer het gaat om de algemene ontwikkeling van deze kinderen. Ook zal ik de wil en de stem van het volk van Suriname, maar voornamelijk die van Brokopondo, doen gelden. Ik vraag daarom de ondersteuning van elk lid van uw college, hetzij oppositie, hetzij coalitie. Ik acht het van eminent belang om gezamenlijk onze schouders onder het werk van dit land te zetten. Ondernemerschap is een van de zaken waarvoor ik ook zeker zal vechten, omdat Brokopondo bekend staat als het district waar iedereen elke dag onderneemt. Dan heb ik het over de goudzoekers, landbouwers, buschauffeurs die elke dag de routes onderhouden, verkopers, kunstenaars, winkeliers, bootslieden, noem maar op. Geachte voorzitter, ik ben ervan bewust dat er veel werk aan de winkel is. Daarom moeten wij de onderlinge verschillen, persoonlijke meningsverschillen, maar ook verschil in de manier van aanpak aan de kant zetten ten voordele van ons geliefd land Suriname. De ervaring, kennis en kunde van de oudere collega parlementariërs zullen bij mij altijd met een luisterend oor ontvangen worden. Tot slot kijk ik uit naar een vruchtbare en goede samenwerking met alle collega parlementariërs, maar ook met de overige actoren buiten uw geacht college. God zij met u allen. Bedankt voor uw aandacht. Zo, IBSI, na voor reactie voor Missie Mabo, die de GNDP voor het district Brokopondo in de Nationale Assemblée. De verschillende fractieleiders heten van harte welkom en de hopu taki de kabiwan bungwoko makanda anga a jaja umang yaso aini mama kutosu. Aini na district Brokopondo da ding onthuld wang mooi kunstwerk. Wang kunstwerk di mude wang trekpleister ook tu gi toeristen, ma ook tu gi sana mang di egona a district Brokopondo. Abede wa mooi sani, bika ome bigi man bejape, en ook tu samafuna bedrijfsleven. Meke oluku fasani waka. Als Roosevelt Goldmines is dit
een signature project voor ons, omdat je in een district opereert en je dient daar een bijdrage te leveren aan de opbouw van het district. En toerisme en verfraaiing is een van de dingen die wij ook een warm hart toedragen, naast natuurlijk onderwijs, gezondheidszorg en inkomstenactiviteiten. Ik denk dat het heel district en heel Suriname hier vast zal mogen genieten. Maar laat het niet hierbij zijn. Hier is ongeveer 1 uur rijden vanuit Paramaribo. Nou, als je hier een soort toilettengroep zou kunnen hebben, of een eetstandje, of een craftshop, wat dan ook, dat wanneer je vanuit Paramaribo komt, dat je eerst een stop hier maakt, even je benen losgooit en wat eten en wat mooie foto's kan maken met I Love Brokopondo, is dat prachtig. Dus laat het niet hierbij zitten. Mensen van Brokopondo, er zijn opportunities. We moeten ze met beide handen grijpen en ervoor zorgen dat we daadwerkelijk onze district zelf opbouwen. Ik denk dat het toch wel belangrijk is voor ons district als waar toeristen langskomen, waar mensen dagelijks komen, om te zien dat er dan een stukje verfraaiing wordt gedaan, dat er aandacht wordt besteed aan het district om het mooi te maken. Ja, vroeger dacht ik zelf van waarom besteden we zoveel tijd en energie aan deze dingen. Maar gelooft u me, wanneer iemand van het buitenland komt, want wanneer je zelf in het buitenland bent, dan zijn er de kleine gekke dingen waar je soms foto gaat staan maken. En voordat je denkt, gaat het viraal in de wereld. Dus ook dit zal straks te zien zijn op Facebook, waarbij iemand een foto zal maken met I Love Brokopondo, dat andere mensen zal uitnodigen om naar hier toe te komen. Ze lijken soms heel klein, maar ze hebben later een heel grote impact. En toen dit verzoek werd gedaan aan ons als bedrijf, als een van de partners, hebben we ja gezegd, hebben we ingestemd en we hebben op onze manier een bijdrage geleverd. DC, ik feliciteer u van harte namens het district. En ik kijk samen met u uit naar anderen, zodat we dit gaan koesteren, gaan onderhouden en ervoor zorg dragen dat het tot zijn recht komt en dat werkelijk de liefde van Brokopondo goed tot uiting komt en zichtbaar wordt. Vandaag staat het hier. Het is voor Brokopondo, het is voor Suriname. Laten we ons land koesteren. Ik zeg, teamwork is heel belangrijk. Een schakel, zonder een schakel kan je niets doen. Als je kijkt achter me, ziet u alle bevolkingsgroepen vertegenwoordigd in dit land. En ik kan u zeggen, de ambassadeur van Brazilië is niet zomaar hier gekomen. Maar omdat hij ziet waarvoor Suriname staat. Laten we die eenheid die we met ons mond proclameren. Laten we het werkelijk demonstreren. Ongeacht welke ras we zijn. De duurzame ontwikkeling van Brokopondo en van Suriname ligt in ons alle handen. De vertegenwoordigers van NH die ik ook hier zie. Hun zijn ook degene die weten dat onze natuurlijke hulpbronnen heel belangrijk zijn. En kijk, we staan ook op een deel van onze natuurlijke hulpbronnen. De districten moeten het krijgen wat ze toekomt voor de ontwikkeling. En laten we voor elkaar bidden, elkaar ondersteunen en elkaar niet neerhalen. Suriname is een mooi land. Suriname is een bijzonder land. En we zijn een rijk land. Werkelijk niet alleen aan grondstoffen, maar aan cultuur en traditie. En we hebben liefde. Soms is het niet merkbaar, maar tip. Ta konfu feti da we sorusriftak e usnap nangawang. Na dis mi wanta kisra namang, vooral in het bijzonder Brokopondo, me bedank alasma in het bijzonder Rosebel Gold Mines, nanga grasalku, nanga aladin trasmasa leveren aan bijdragen. Op welke manier dan ook voor Mekasandis kon tot stand. Ze heeft de veldwerkers. Aladin smasa leveren aan bijdragen tide. Me tak den grantangi, me God bless u, sranansa wini. En eigenlijk eigen oma branding van district. Want die branden die district, die district de wat merk, die prijs de wat merk, om in trasan kan gebeuren om me heen. Dus, wat me denk naar meneer Finisi taking. Tak ay luku of na meneer Akimboto, tak de luku tak kan de one shop de one sunny. Maar we luku ook toe kan de trio druk, de mok en meki, de was duku en meki, you name it. Want na zo is she ook toe in de trakondre, yes she I love New York. En na precies leksa conferentie taki, New York ma yoshia NY. En na deso one branding, but tak solanga isha NY, isap tak na New York de mai taki. En zo ook toe, unu na de ambassadeur. Fukanchare en waka. Tak Brokopondo na wan merk. Leksa slogan en taki. En we she ook to den des asneleid sang a ontwikkele teki na district. Den talente sa de in na district. En no ye she taki a grond tapu opogisranang. Unu musu
musu tek den kanse disi SD a minister fu buitenlandse zaken fu Turkije gwe e fu luku de laste ting enkele kom di buitenlandse zaken wan bijanu fu auroko sa de pot no no de a collega disi na wan heel trafase e chare waka jonge energieke vrouw met heel veel inzichten fostrong weshi parlementariërs voor Frankrijk kon, parlementariërs voor Amerika kon. Op het desant af waar rij dat we lukken tak wat trouwen in te wij. We lukken moro fara, want we sap tak ucha creativiteit, we sap tak ucha snelheid, we sap tak ucha energie en ucha talent. Dat na Brokopondo, dat na synoniem voor Brokopondo. I love Brokopondo. Dat is de one slogan die hij niet heeft. En die maakt deze man van Brokopondo trots. Zo, so, den taak ik ook toe onder andere naar een onthulling voor naar kunstwerk. Ja, zo. So, die moet ik een trekpleister die verschillende samen aan is aan kon de, maar ook toe aan buitenland. Na ministerie voor buitenlandse zaken voor Sana, daar zo de beholi een persconferentie. Na een persconferentie ja zo, na minister bepo kon iti taputafa voor leg uit ding sommige samenwerking die de opstapel gisana. Takia omeganga konde, aso de wani takia ngasana voor luku fade kayepi fade kawoko samen so tu ontwikkeling de kayepi chaikom. Anga ning akaya samenwerking anga China, Turkije, die wani ook toe fulukufa de kapoti wan yung opalani konfe na route asanang. Ala de sande na pakisei di de abi aini asamowerking anga wikonde. Ko ye wan PC fu a minister tijdens na persconferentie. Ik wil dan kort een overzicht geven van de afgelopen ontmoetingen die we hebben gehad. Ik wil dan teruggrijpen naar januari was er, laat me zeggen, heel kort een bezoek van mevrouw Jobs in verband met ons milieupotentieel. We hebben daarna een bezoek gehad van de minister van Buitenlandse Zaken in februari van Venezuela. We hadden een hele hoge delegatie uit India hier om na te gaan hoe we op bedrijfsniveau verder samen kunnen werken. Dat was het WAPCOS-team. We hebben daarna op bezoek gehad een grote delegatie uit Brazilië. En dit bezoek is daarna beantwoord met een tegenbezoek van onze president aan Brazilië in mei. En wij verwachten in oktober een bezoek van de scheidende minister van Buitenlandse Zaken in Suriname. Werkwaardig was ook het bezoek van de deputy prime minister en foreign minister van Servië. Hier, we hebben een tegenbezoek kunnen afleggen op ministerieel niveau in juli. En de president is voornemens, zodra dat fysiek kan, zeker ook Servië aan te doen.
op uitnodiging van zijn collega. Een staatsbezoek is dat dan. We hebben in maart gehad het bezoek van de prime minister van St. Vincent en de Grenadines. Tegen de achtergrond dat wij in CARICOM zijn en wij niet alleen regionaal samen moeten werken, maar ook bilateraal in die regionale constructie. We hebben in dat verband ook gepland voor oktober een officieel werkbezoek van de prime minister van Antigua en Barbuda. De minister van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel was hier aan het einde van augustus. We hebben verder de reguliere presentatie van geloofsbrieven van Thailand gehad, Australië, Georgië, Bahamas, Spanje, Pakistan, Duitsland, Nigeria en Finland in maart. En dat heeft ook weer mogelijkheden met zich meegebracht, omdat wij dus nu in staat zijn om ook met die landen heel gericht naar een aantal sectoren te kijken. We hebben verder het artikel 8 politiek dialoog gehad met de EU. Daar waren er ongeveer 11 landen van Europa bij aanwezig. En we hebben dus een rustperiode kunnen bemerken, laten we zeggen een periode van voorbereiding in april en mei. Daar hebben wij dus deelgenomen aan vergaderingen in het buitenland. En we hebben in juni het officieel bezoek gehad, staatsbezoek van president Kovind van India. En we hebben daarna weer de presentatie van credentials gehad van Ghana, Guatemala, Filipijnen, Zambia en India van de nieuwe ambassadeur. Als ook het feit dat wij in augustus hier een hele hoge delegatie van het US-congres hebben gehad. En bij de meeste bezoeken is het duidelijk dat de mensen voor het eerst ons land aandoen en in ieder geval de potentie onderkennen. We hebben op gezette tijden vertegenwoordigers van Rusland hier gehad. Wij hadden reeds een datum geëermaakt voor het bezoek van de minister van Buitenlandse Zaken van Rusland, die vanwege ontwikkelingen in zijn gebied niet meer kon afreizen op het laatste moment. Maar ik kan u van verzekeren dat het op de agenda blijft. We weten nog niet of het dit jaar wordt of begin volgend jaar, maar dat is zeker een voornemen. En ik kan u ook aangeven dat in de marge van de AVVN ik onderhoud met minister Lavrov zal hebben. En daarbij zullen we twee belangrijke documenten ondertekenen. Eén is het visumvrij reizen van Surinaamse onderdanen en Russische onderdanen naar elkaars landen. En ook een overeenkomst waarbij we structureel vaststellen dat er noodzaak is voor politiek overleg. We hebben dan aan het begin van september het bezoek gehad van de minister van Overzeese Gebieden van Frankrijk. Was ook een resultaat van een afgesproken werkbezoek. En hierbij is heel belangrijk te benadrukken dat we hebben kunnen bevestigen onze wil tot samenwerking. We hebben daarna ook de presentatie van credentials van de Chinese ambassadeur gehad hier te landen. We hebben na 9 jaar ongeveer de joint commissie met Indonesië kunnen houden. Vorige week hier op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ik wil benadrukken dat in ieder geval in het vooruitzicht ligt onze toespraak bij de AVVN, de 73ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Ik zal namens de president daar de statement van Suriname voorhouden aan de Algemene Vergadering. En we zullen met een werkdelegatie en de missie de verschillende ontmoetingen die er in de marge van deze vergadering ook plaatsvinden, zoals de OIC Ministers van Buitenlandse Zaken Vergadering, de CELAC Vergadering, de CARICOM COFCOR Vergadering, mis ik iets meer, Jan? De NAM Vergadering. Er zijn een heleboel ontmoetingen in de marge. Daarnaast zullen wij ook een aantal bilaterale vergaderingen houden met ministers, met name van de Noordic landen en landen die ons in ons milieu voornemen. U weet dat Suriname haar bos heeft bestemd. 93% van ons bos
aan de wereld heeft aangeboden. Maar dat moet tot ontwikkeling worden gebracht. Dus wij zullen heel gericht ook daarover met een delegatie van milieu gesprekken ondernemen. Om dat goed gestalte te geven. Wij hebben van Turkije aangemoedigd gekregen de mogelijkheid om te benutten hun ontwikkelingsfonds. En wij zullen hier ook een regionale vertegenwoordiging krijgen in de naaste toekomst. Naast het feit dat Turkije ook zal zorgen voor het plaatsen van een ambassade in Suriname. In dit geval is het belangrijk aan te geven dat Suriname de benutting zal doen plaatsvinden op het gebied van onderwijs en volksgezondheid voor de bouw van scholen in gebieden waar die nog niet staan en hospitalen waar mogelijk, maar ook het mogelijk trainen van onze mensen op het gebied van defensieaangelegenheden, op het gebied van milieu en bestrijding, wel tegengaan van rampen en hoe daarmee om te gaan. We hebben verder ondertekend een overeenkomst of een MOU betreffende de diplomatieke samenwerking en het kunnen trainen van onze diplomaten. Als ik kijk naar het aspect van economie, er zijn een heleboel mogelijkheden. Wij hebben geratificeerd de economische overeenkomst. Het verzoek is aan beide zijden dat we ook gaan voor een overeenkomst in zaken het bestrijden van of het tegengaan van de dubbele belasting en investeringsbescherming. Ook die overeenkomsten zullen heel gauw worden onderhandeld. En dat is ook een van de vaste lijn overeenkomsten die we nu aanbieden aan al onze partners. Zodat voor het bedrijfsleven ook voor hun mogelijkheden voortvloeien uit de verschillende bilaterale relaties die Suriname aangaat. Tijdens deze ontmoeting wij in staat zijn geweest te ondertekenen een aantal documenten, waarvan één is de economische en technische overeenkomst, waarbij een schenking van 200 miljoen renminbi, ongeveer 216 miljoen SRD, is geschonken. En ik wil even teruggrijpen naar de schenkingen welke wij tot nog toe van China hebben gekregen sinds 2010. Is in circa 90 miljoen US dollars. Als we dat van gisteren meetellen. En de schenking zal met name bijdragen aan het kunnen implementeren van de sociale agenda van deze regering. De president heeft heel erg benadrukt de noodzaak voor onze menselijke ontwikkeling en het menselijk potentieel. En heeft daarbij ook onderstreept dat de veiligheid hoog staat in het vaandel van deze regering. En daarnaast ook de huisvesting, dus de woningbouw en het aanbieden van betaalbare woningsopties, maar ook volksgezondheid. Verder is er een MOU getekend tussen beide ministeries voor het samenwerken op het gebied van diplomatie en de training van diplomaten. Het is goed te benadrukken dat China zich opstelt als een betrouwbare partner als het gaat om economische en sociale culturele ontwikkeling wat betreft de relatie met Suriname. En de Suriname anderzijds ook het belang inziet van een One China policy. Wij gaan heel gericht werken aan het benutten van de MOU welke in mei getekend is van dit jaar betreffende het One Belt One Road initiatief. In dat verband hopen wij hele grote infrastructurele werken gefinancierd te krijgen van de Chinese overheid. En hopen wij ook heel gauw over te gaan tot het project waarbij het Wanica Hospital operationeel is, het Dalian 4 infrastructuurproject kan worden gefinaliseerd, het broadband project waarbij wij weten dat het land kan worden ontsloten en we kunnen verder bevestigen dat China heeft aangegeven de 400 trainingen en beurzen te gaan verhogen voor ons het komend jaar. Afhankelijk van onze behoeften. En als u kijkt naar onze samenleving,
Als we praten over ongeveer 500.000-600.000 inwoners, dan is die quota toch wel een hele hoge. En ik moet dus zeggen dat het heel goed wordt benut door de verschillende instanties. Zo, ik ben minister Ildis Bigli Polak voor Buitenlandse Zaken, die een beetje qua visie de verschillende samenwerkingen aan de zand die de doet de afgelopen ting aan wie bakken. Dat ik denk dat jouw visie toe, maar ook een mooi mooi zand idee zo, Ashanti Koning voor Ghana, ook Kong Asanang, ook toe een moet vertegenwoordig president Boutersen na VN-vergadering en om een ta-afspraken die deed. En I hope dat ik aan een kagodona fascia en dat den kan ontwikkelen akonde samen aan een partners aini gontapo. Anga di shuko na kabafu na gongo sabot of tide. Taki gantangi dati luku en mewinsi wa mwishu tide gomofawe.